Het is, iedereen zegt het weidelandgebied, dat zie je ook. Je ziet overal, in de verte zie je koeien, die worden steeds verplaatst. Daar wordt heel nauwkeurig rekening mee gehouden. Met het grazen en met het land worden her en der stukken gemaaid en andere stukken weer niet. Zodat de vogels ook enige bescherming hebben. En als we hier nou gaan lopen bijvoorbeeld, want hoe groot is het eiland, zo'n omtrek? Zo'n omtrek van zo'n eiland moet je rekenen op 7,1 kilometer. Dat is behoorlijk precies. Hoe je dat weet. Nou, ik heb zo'n stappenteller. Daar staat het op. En dat loopje, doe je dat wel eens nog? Eén keer in de week loop ik dat met mijn hondje. En dat is, ik doe er dan 1 uur en 3 kwartier over. Als je hier komt als toerist, kan je ook nog slapen? Kan je nog eten of zo? Of moet je alles meenemen? Nou, je kan niet blijven slapen in de meeste gevallen. We hebben 5 breakfast zaken hier. Dat vind ik nog steeds veel. Nou, dus die zijn er ook net hoor. Dat is een nieuw projectje. En je hebt hier 2 restaurants. Kun je uitstekend eten. Je kan een biertje drinken. Je kan een kop koffie krijgen. Het is ook voor de fietsers. Maar je kan niet de dijk helemaal rond fietsen. Dan is het ook weer tot aan de stier op. Dat noemen we dat. Zuidelijk stukjes, 2,5 kilometer. En dan moet je weer terug. Maar wat hier wel fantastisch is, is dat we hier 2 restaurants, cafés hebben. Kun je altijd een kopje koffie krijgen. En dat is morgens al om 10 uur open. En anders is het 12 uur, dat ligt een beetje aan de dag. Maar je moet met het pontje, hè? Want, hoe laat gaat die dan open? Ja, je moet met het pontje. De pontje gaat om 6 uur in werking en die stopt ermee om 11 uur. Dus als je buiten die tijd op het vasteland bent, dan moet je of zwemmen of... Het café heeft zelf ook een klein pontje en die zet je daarover als het na 11 wordt. Als je een klant van hun bent natuurlijk, ja, niet voor iedereen.